De Anton de Kom Universiteit van Suriname is gisteren gestart met een internationaal symposium over de geschiedenis van Suriname. Personen van verschillende disciplines, zoals historici, dermatologen, artsen, biologen, specialisten in DNA-onderzoek, cultuurspecialisten en sociale wetenschappers hebben deelgenomen aan dit symposium, waarbij de resultaten van recente studies in de geschiedenis, geneeskunde, biologie, farmacologie, dermatologie en de sociale wetenschappen zijn gepresenteerd. Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid opende het symposium. Maureen Lichtveld heeft een inleiding gehouden over de geschiedenis van public health in Suriname. Hierna volgde een paneldiscussie over lepra in Suriname. Bij de afsluiting van het symposium vandaag is er wederom een paneldiscussie gehouden, maar dan over lepra-epidemiologie, oral history en over de gezondheidszorg in Suriname.